That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! En hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van mij. Mijn naam is Wesley en zoals altijd heet ik jullie van hartelijk welkom. Omdat de maand oktober in het teken staat van de rock en metal genre, vandaar ook de naam Rocktober, zal ik deze maand ook iets meer aandacht besteden aan de eerder genoemde genres dus. En normaal praat ik in deze webserie genaamd Rate the Song altijd over liedjes die op dit moment heel erg populair zijn. En ja, er is nog wel wat schaarste rondom heel veel rockliedjes, zeg maar. Dus weet je wat, we gaan even naar de top 40 kijken. Misschien staat er wel iets op waarbij ik denk, dat is misschien de moeite waard om te reviewen, zeg maar. Dus ik zie dat Direct een nieuw nummer heeft vanuit het 90s Kid. Laten we even kijken. Oh. Oké. Oh, wacht, ik zie Maneskin. Misschien hebben zij wel wat. Aha. Dat valt een beetje vies van een deer. Dus, misschien One More Public. Misschien hebben ze toch wel echt een lekkere rocker. Serieus? Is dat alles wat we hebben qua rockmuziek nu? Wacht, ik heb misschien een ideetje. Ik kom gewoon met een liedje die ik persoonlijk helemaal te gek vind van dit jaar. En dat is natuurlijk het nummer Handshake With Hell van Arch Enemy. Dit liedje dus. Yes, yes, fuck yes. Dat is het liedje wat we gaan reviewen, maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. Handshake With Hell is een melodisch death metal nummer van de Zweedse band Arch Enemy, wat de derde single is afkomstig van hun meest recente album Deceivers, die ik niet zo heel lang geleden beoordeeld heb op dit YouTube kanaal. En linkje staat hier boven in het balkje van de beschrijving en ja, dit is zeker een album die je zeker weet moet checken, dat is zeker de moeite waard. En het liedje zou gaan over het bewust worden van wat er misgaat in de wereld en dat wij, de mens, politici en andere wereldorganisaties bijdragen aan het vernietigen van de mensheid en de wereld. Althans, zo vat ik het dan op van de songtekst die ik gelezen heb van het liedje. Maar ik ga daar wat dieper op in het laatste segment van in deze video, dus laten we verder gaan. Hoewel metalliedjes en de metalgenre niet zo populair zijn als toen, dit nummer van de band slaat als een bom in aan wat lange intro. Dit is trouwens een van de eerste liedjes die ik gehoord heb van de band en ik was al meteen onder de indruk, hoewel ik niet al te bekend ben met de death metal genre. Wel is het liedje afwisseling in dynamiek te leveren en het heeft ook nog eens een veelzijdige zangoptreden van zangeres Alyssa Whiteglass. Van hoe ik het interpreteer is het liedje een metaforische commentaar op diverse wereldproblematiek, zoals oorlog, milieuvervuiling, klimaatverandering, onderdrukking en racisme die onze wereld teisteren. De songwriting is niet bepaald straight to the point, maar je krijgt al meteen een vermoeden dat de band over dat soort zaken praat, alhoewel het een beetje prekerig over kan komen. De dingen worden nogal op omslachtige wijze omschreven, maar meer heel poëtisch, zeg maar, met hier en daar wat verwijzingen bijvoorbeeld. Wel moet ik wel toegeven dat ik de verwijzingen van de hemel, de aarde en de hel wel tof vind. En ondanks het feit dat de songwriting niet echt straight to the point is, zeg maar. Dus, maar ja. Het afwisselende optreden van Alyssa Whiteglass is echt geweldig om te horen. Het is misschien niets voor de doorsnee muziekluisteraar, maar om de zangeres te horen hoe zij afwisselt van het grauwende gezang naar een meer schonere zangstijl is geen koud kunstje. Wat haar optreden ook zo geweldig maakt en wat ook laat zien. Kortom, het zangoptreden was gewoonweg badass en dat past ook prima bij het optreden van de overige bandleden. Elektrische gitaristen Jeff Loomis en Michael Amott, basgitarist Charlie D'Angelo en drummer Daniel Erlandsson leveren een vette headbanger van een metalnummer met een epische gitaarintro die een klein beetje aan de lange kant is. En het drumoptreden van Daniel Erlandsson is stevig en vingervlug, waarbij hij perfect met het liedje afwisselt van rustig naar intens, waarbij na de bridge een stevige en vingervlugge gitaarsolo te horen is. Het liedje is een regelrechte achtbaanrit die ik voor geen enkele seconde verveelt, waarbij de bridge dient als een soort van rustig moment om rustig op adem te komen, om vervolgens weer in een snelle en intense achtbaanrit te eindigen. Dit is hoe metal en rock zou moeten klinken anno nu. Ik zal er niet omheen draaien, naar mijn mening is Handshake With Hell van Arch Enemy een van de beste liedjes die ik van dit jaar gehoord heb.
zeker wegens de dingen die ik in deze video allemaal benoemd heb. Niet alleen is dit liedje een geweldige single in de metal genre, maar het is ook nog eens een geweldige openingsnummer van het album Deceivers, waar dit liedje vandaan komt. Als je die softe rockliedjes van tegenwoordig zat bent en je wilt graag iets stoers en iets stevigs, dan is Handshake with Hell van Arch Enemy zeker iets voor jou. Dit is ook een nummer die ik voor een lange tijd zal gaan herinneren en dit is ook het soort nummer waar ik vaker opnieuw naar wil gaan luisteren. En replay value is ook daarom ook heel belangrijk voor mij. En ja, dus de band heeft daarom ook een nummer geleverd waar ik naar terug kan komen, zeg maar. Handshake with Hell van Arch Enemy krijgt erom van mij een 9,4. Nou, dat is deze review van Handshake with Hell van Arch Enemy. Maar wat vinden jullie trouwens van dit liedje? Vind je het een goed liedje of geen goed liedje? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan er zelf nog iets van opsteken. En nogmaals, mijn naam is Wesley. Jullie hoeven niet altijd met me eens te zijn. Maar je kan dit alles leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en tot de volgende keer.